En ook Trushin is er absoluut niet in geslaagd om bij de eerste 20 te komen. De volgende Rus die dat dan mag proberen is Andrei Muratov. Tegen Markus Treuger, de West-Duitser die u hier in beeld heeft. Treuger staat 19e in het klassement. Ook zijn landgenoot Herda staat bij de eerste 20. Dus als Treuger dat handhaaft, dan kunnen er volgend jaar 3 West-Duitsers meedoen. Muratov, daar hoeven we ook geen rekening mee te houden als het om dit aspect gaat. Want hij staat na 2 afstanden 31ste. En ook hij heeft dus namens Rusland geen enkele indruk gemaakt. Ja, het is lastig starten van die man op deze manier. Als het publiek zo tekeer gaat om hele andere zaken. De wave gaat door het stadion. En zo'n start is toch altijd iets van concentratie. Dan is het prettig als er een beetje stilte om je heen is. Maar Nooren en Nederlanders op de tribune hebben daar op dit moment eventjes geen oog voor. Het punt met zo'n start is dat je echt volledig stil moet staan voordat je weg mag. Dus beide rijders moeten echt stilstaan. Twee seconden. En als er dan wat herrie om je heen is, ben je toch snel afgeleid. Je staat op weg gaan. Heel gespannen. En dat is vervelend. Het publiek moet daar gewoon rekening mee houden. De valse start is overigens toegekend aan Markus Treuger, de West-Duitser. Ik had het idee dat nu het startpistool weigerde. En het publiek zingt weer. Nederlands publiek. Ja, inderdaad, geen sprake van een valse start. Het was inderdaad een weigering van het pistool. Vervelend voor Treuger en Muratov, dit oponthoud. En het publiek is inderdaad moeilijk stil te krijgen op dit moment. Jammer. Ja, kijk, hou nu maar eens je concentratie vast. Dat is bijna niet te doen. En bovendien ontstaan er dan opnieuw problemen met de tijdwaarneming ook nog eens een keer. Ja, er is bepaald geen optimale voorbereiding voor de heren Treuger en Muratov om hun 1500 meter, hun laatste afstand op dit wereldkampioenschap, te rijden. Nou, uiteindelijk zijn ze dan weg. Muratov heeft op 300 meter de leiding. 25-9. Dat kan. Markus Treuger is als junior bij Aprook terechtgekomen. Hij heeft een aantal jaren met Ab gewerkt toen hij in West-Duitsland trainer was. En traint nu onder leiding van Pieter Müller. Maar als jij zo naar die Russische schaatsrijders kijkt, Ria, waar schort het aan dat die mannen niet mee kunnen? Het schort sowieso aan de techniek. Het is wat de ene Rus rijdt gewoon heel goed hebben, is me opgevallen tijdens het EK en nu het WK. Deze Rus die zwabbert gewoon veel te veel. Het lijkt alsof hij weinig gemotiveerd is eigenlijk. Motivatie, techniek. Kijken we naar de benen, dan ziet het er krachtig genoeg uit. Maar er zit geen motivatie achter. Mensen die echt gemotiveerd zijn, dat zie je. Dat straalt er vanaf. Dat is krachtig. We gaan naar de 1100 meter. Terwijl Muratov nog altijd een kleine voorsprong heeft. 1.27.9. Dat is helemaal niet zo gek voor die Rus. Dat is een tijd zo 2-0-0, 2-0-1, denk ik. Mits een redelijke slotronde. We zitten ook vrij hoog in de bocht. Het enige succesje is dan dat Muratov namens de Sovjet-Unie deze rit in ieder geval wint. 2-0-1-47.
moeizame slotronde dan toch wel. 2-0-1-92 voor Treuger. En deze heren kunnen onder de douche. En naar huis. Treuger 124.013. 18e plaats voorlopig. Hij moet even afwachten of hij bij de eerste 20 kan blijven. Er komt nog een zestal ritten. Maar het zou wel eens kunnen zijn dat West-Duitsland inderdaad door de toptreden van Treuger en Herda hier volgend jaar met drie man mag starten.